Je kunt kiezen voor verschillende soorten ovens. De solo-oven, de combi-oven, de stoomoven of de combi-stoomoven. De solo-oven is eigenlijk de gewone oven. Hij heeft verschillende ovenfuncties, zoals boven- en onderwarmte en hete lucht. Heel erg geschikt voor het bakken van taarten of het maken van lasagnes. De combi-oven is een combinatie van een oven en een magnetron. Hij heeft dus naast alle gewone ovenfuncties ook een magnetronfunctie. Hierin kun je dus ook gerechten opwarmen, dingen ontdooien en bijvoorbeeld popcorn maken. Een stoomoven is weer een heel ander soort oven. Zoals de naam het al zegt, gebruikt een stoomoven dus stoom om je gerechten te garen. En daardoor bereid je op een heel gezonde manier rijst, groenten, vlees en deeg bijvoorbeeld. Wanneer je kookt met stoom blijven de smaak en vitamines in je gerechten beter behouden. Let wel op, wanneer je kiest voor een stoomoven heeft hij dus geen gewone ovenfuncties en kun je dus geen taarten bakken of lasagnes maken. De combi stoomoven is een combinatie van een gewone oven en een stoomoven. Je kunt de gewone ovenfuncties gebruiken en je kunt ervoor kiezen om ook stoom toe te voegen tijdens het bakproces. De oven voegt dan alleen in het begin van het bakproces stoom toe. En daarna maakt hij gebruik van een gewone ovenstand met warme lucht. Nou, wat je dan krijgt is een heel knapperige buitenkant en zachte binnenkant. Ideaal voor het maken van taarten, broden of een mal stuk vlees. Nou, er zijn heel erg veel verschillende soorten stoomovens, dus ben je benieuwd welke dat allemaal zijn? Check dan even deze video.